Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Perswijn. Om u bij te praten over de dinsdagavond panelproeverij van Perswijn. Er stond uh, wederom uh, droge Duitse Riesling op tafel. Een groot thema uh, de komende tijd bij Perswijn. En een, uh, een, uh, een type wijn dat, dat alle aandacht verdient, denk ik. Uh, ik heb u verleden keer in het vorige filmpje al een enorm, enorme uitleg gegeven. Heel veel context ge gegeven. Dus ik wil me nu eigenlijk beperken tot een aantal wijnen die ik eruit heb gehaald. We hadden twee. Uh, series op tafel staan, zoals altijd. De eerste serie, uh, generieke, uh, goede Riesling. Uh, geen, geen individuele wijngaardwijnen. Bijna niet in ieder geval. En de tweede serie, uh, vooral grootse geweksen, dus, uh, dus de Grand wijngaarden uh, in droge vorm. Uh, de eerste wijn die ik uh, eruit wil halen is die van Radek. Uh, dat is een producent, die zit in Nierstein. Nou, Nierstein kent u misschien uh, van, van de Roterhang, uh, het beroemde stukje met die rode geleisteen met dat, uh, dat, uh, dat uh, veel ijzer erin. Um, daar komt deze niet vandaan, deze komt iets meer uh, het binnenland van Rijnissen in, van de rivier af. Deze heet Von Kalkstein. Als je van de rivier af afgaat, kom je eigenlijk langzaam in het Mainzer Bekken, wat allemaal uh, in de basis kalksteen is, waar vaak lus overheen ligt. Um, Nierstein en Riesling uh, trokken Vom Kalkstein 2017. En wijn met heel veel vulling eigenlijk al, maar ook met hele mooie zuren. En voor 13,95 bij AW wijn en echt een ongelooflijk goede, goede koop. Dat zal bijna iedereen lekker vinden. Even een sprongetje uh, naar achter in de serie. Uh, de tweede wijn die ik wil, uh, wil toelichten is de wijn van Axel Pauli. En die komt uit Mozel, die komt uit de Mittelmozel bij het dorpje Lieser. En daar ligt de Niederberg Helden. Dat is een prachtige wijnkaart uh, met veel lijsteen uiteraard, uh, een Schiefer. Heel ander type wijn, ietsje meer restzoet, maar ook hele mooie zuren, hele mooie directe zuren. En dat maakt het zoetzuren spel heel erg spannend. En uh, daar gaat het uh, vooral om, denk ik, bij, uh, bij Mozel Riesling. Heel erg goed gedaan. Uh, Heisterkamp, wijnkopers, prijscategorie 9, dus dat is ietsje boven de 30 euro. De tweede serie zat uh, behoorlijk wat vuurwerk. Veel wijnen uit de Pfalz ingestuurd. Dus uh, daar begin ik mee. Um, deze wijn komt van Ruisraad van Boel uit de wijngaard Ungeheuer bij Forst. Um, ja. Een van de klassieke uh, uh, wijngaarden van, uh, van misschien wel het beste dorp. of het beroemdste dorp van de, van de Mittelhaard. En de Mittelhaard is dan weer eigenlijk het beroemdste gedeelte van de Pfalz. Um, een, een wijn die. Uh, um, Rijk is, maar ook heel compact en heel strak. En dat heeft er ook mee te maken dat Van Boel sinds, sinds 2012, meen ik, toen Mathieu Kaufman daar uh, uh, wijndirecteur werd, en die kwam van Bollinger, hebben ze toch een enorme stijlverandering uh, uh, ondergaan. Uh, niet alleen zijn de secten natuurlijk veel en veel beter geworden, omdat Mathieu Kaufman al zijn kennis en, en ervaring meenam van Bollinger, maar ook de, de droge witte wijnen en zelfs de rode wijnen. Um, ze zijn uh, heel droog geworden, heel precies. Ze werken een klein beetje met hout. Geen nieuw hout, maar uh, de houtinvloed van wat kleinere vaten is ook wel, uh, ook wel duidelijk. En dat geeft ze een, een bijna bronnische structuur, maar wel met die precisie en die lengte die Riesling zo bijzonder maakt. Prachtig uh, grootste kweks. Van uh, Le Généreux voor 36,95, 2017 ook. Um, Dan maken we een sprongetje naar. Uh, Daarna, een ander gebied wat ongelooflijk goed, goed is voor, voor droge Riesling. Goed Hermansberg is, het, is een van de beroemdste bedrijven daar. Waarschijnlijk het mooist gelegen bedrijf ook. Het is een oud staatswijngoed uh, van de staat Pruisen. Uh, vroeger liep de, was de grens tussen Pruisen en Bayern uh, het riviertje daarna. Dat kun je je bijna niet meer voorstellen, maar dat was echt zo. Um, Kopvergroebe is een wijngaard die vroeger uh, een, een kopermijn was. Pas in 1906 volgens mij is beplant. En uh, ontzettend expressieve riesling heeft. Um, ze brengen ze wat, vaak wat later uit. Dus ze blijven lang uh, op de gisten rijpen. En uh, deze wijn begint nu op dronk te komen, maar hij heeft nog ontzettend veel reserve. Ookhuizen verkoopt dat voor 57,50. En tenslotte, de, de winnaar van de avond, dat, uh, dat moest iedereen toch wel. Uh, toch wel uh, toegeven, uh, en het is niet verbazend eigenlijk, uh, verbazingwekkend. Uh, deze wijn komt van de Economie Raad Reepholz, van Hans-Jurk Reepholz. Heet Castanienboes, Dat is een wijngaard ligt bij Birkweiler in, uh, in de Zuidelijke Vals. Een wijngaard ook met, met rood liegen, dus weer dat gesteente van die, die, die rode geleisteen met, met veel ijzer en klei. Uh, een steile wijngaard. Een uh, relatief koele wijngaard doordat het wat hoger ligt. Een wijn die eigenlijk jaar in jaar uit ongelooflijk goed is. En bij de beste uh, droge rieslings van Duitsland behoort uh, al tijden. Heel herkenbaar denk ik. Het heeft iets van, 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 van ja, onrijpe zwarte bessen, een beetje kassus beetje bijna. En zoet zuur tropisch fruit. Verder is het uh, mooi fijn kruidig en bloemig. Uh, en de wijn valt vooral op door zijn, door zijn intensiteit, zijn, zijn prachtige extract en enorme lengte. Daar wonde je het echt op. Um, daar moet je wel uh, 69,50 voor betalen bij, uh, bij Resitans. Maar je ziet echt de top van de Duitse Riesling. En wat mij betreft dus de top van de witte, witte wijnwereld uh, te drinken. Um, dus het is het, het is het zeker waard. Uh, een, uh, een wijn die ook uh, jaren en jaren mee kan natuurlijk. Over het algemeen weer een hele boeiende serie met... Uh, met een aantal echte, echte uh, grote wijnen ertussen. Uh, wat, uh, wat, uh, waarmee ja, bewezen wordt dat Duitse droge Riesling tot de wereldtop behoort. Proost.